Na de viering van Wereld Bloeddonorendag gaat het redelijk goed met de Nationale Bloedbank van Suriname. Dit zegt verpleegkundige Marianne Caschetti, die belast is met de werving van nieuwe donoren. Op 14 juni wordt wereldwijd stilgestaan bij Wereld Bloeddonorendag. Caschetti geeft aan dat op die dag meer dan 100 mensen bloed hebben afgestaan. Het aantal donoren is door de jaren heen niet verminderd, zegt Caschetti. Ons bestand neemt niet af. Er zijn mensen die misschien aangeven dat ze geen donor meer willen zijn, na zoveel jaren bloed gedoneerd te hebben, en dat mag. Maar net als hoe misschien een handjevol mensen aangeven dat ze geen donoren meer willen zijn, heb je toch die groep die zich aanmeldt elke dag om donor te worden. Ja, dus we werken er naartoe dat het meer wordt. En hoe geschiet zo'n proces dat iemand niet donor wil worden? Het proces om bloeddonor te worden, sommige mensen lezen op tv of via de media over de bloedbank. En dan komen ze zich aanmelden. Anderen worden gestimuleerd door vrienden en familie. En als ze hier komen, dan lezen ze de voorwaarden. Je moet zijn tussen 18 en 55 jaar. Dat is de instapleeftijd. Een gezonde levensstijl hanteren. En overal gezond zijn om bloeddonor te kunnen worden. Bloeddonor Meredith Dosu heeft vandaag voor de vijfde keer bloed afgestaan. Ze vertelt waarom ze bloeddonor is geworden en wat het voor haar betekent dat ze hiermee een leven kan redden. Ik zag de noodzaak daarvan in. Er is een grote behoefte aan bloed. En ja, als ik daaraan kan bijdragen om een oplossing te brengen, dan doe ik dat graag. Nou, welk gevoel geeft het u dat u weet dat u iemands leven kan redden door bloed te doneren? Ja, een voldoening eigenlijk. Ja, ik ben blij dat ik... ik wil dit graag. Ja. En wat is uw bloedgroep? Nul positief. Okay. Ik wil iedereen oproepen die, die kan doneren, dus voldoet aan de eisen om te doneren, dat te doen, omdat... er is altijd een grote behoefte aan bloed. En als je iemand leven kan redden, waarom niet? Dat was bloeddonor Meredith Dosu. Zij heeft vanmorgen voor de vijfde keer bloed gedoneerd.